Goedemiddag. Ik hoop dat jullie mij allemaal kunnen horen. Ik vermoed van wel, want ik heb hier een goede technische ondersteuning in het Swin Natuurpark van mijn collega's. Goedemiddag en welkom bij deze Zwinbabbel van het Swin Natuurpark. Het is de eerste keer dat we een dergelijke Zwinbabbel doen. Het was eigenlijk oorspronkelijk gepland dat we dit live zouden doen, hier in het Swin Natuurpark zelf, in onze grote vergaderzaal. Maar door de omstandigheden die jullie wellicht allemaal wel kennen, zijn dergelijke events, dergelijke activiteiten tegenwoordig uitgesloten. En daarom hebben we besloten om met onze tijd mee te gaan uiteraard en dit digitaal te doen via een webinar. En tot onze grote vreugde stellen wij vast dat jullie daar massaal hebben op ingeschreven. Er zijn maar liefst 180 uitnodigingen, dus dat is zeer bemoedigend, ondanks het toch niet al te evidente uur, een donderdagnamiddag. Het is weliswaar niet al te mooi weer buiten, misschien dat mensen die anders zouden buiten gaan, toch naar binnen gejaagd heeft, maar toch niet te min. Evident uur. En ja, het stemt zeker tot nadenken dat we volgende Zwinbabbels, want we plannen wel om dit concept ook nog voor andere onderwerpen toe te passen vanuit het Swin Natuurpark, om die misschien ook wel 's avonds te gaan organiseren op tijdstippen, dat er nog meer mensen kunnen deelnemen, omdat dus het wel vrij populair is, zo blijkt. Goed, ik stel voor dat we van start gaan met het echte onderwerp. De Zwinbabbel over wat wij hier Operatie Ooievaar noemen. De avonturen, zoals we het een beetje hebben genoemd, van de gezenderde ooievaars uit het Swin. Dit zijn ze dan, een ooievaar. Ik denk dat er weinig vogelsoorten zijn die door zoveel mensen, zelfs niet vogelkijkers of niet natuurkijkers of niet natuurkenners, zouden herkend worden als de ooievaar. Grote witte vogels met zwarte vleugels. Lange rode poten en dan die opvallende forse bek die normaliter rood is. Bij deze twee vogels hier in het Swin Natuurpark zie je dat de bek nog grotendeels donker is. Dat komt omdat het twee jonge vogels zijn. Het zijn twee jongen die de laatste dagen van hun nesttijd doorbrengen vooraleer ze het luchtruim zullen kiezen en hun eerste vlucht zullen ondernemen. En als je goed kijkt, zie je aan de linkerpoot dat die vogels een ring dragen. Dat is de wetenschappelijke ring die we hier elk jaar aan al onze jonge ooievaars, alle jonge ooievaars die op nesten in het Swin Natuurpark geboren worden, aan al die jonge ooievaars brengen we zo'n wetenschappelijke ring aan. En daardoor kunnen we die vogels blijven volgen. Dit is een close-up van zo'n ring. Je ziet, als je een beetje je hoofd schuin naar rechts houdt, zie je BLB staan. Dat is de code voor Belgische ooievaars. Alle ooievaars in België krijgen die code. Andere ooievaars die in andere Europese landen worden geringd, althans met dit type ring, zeshoekige ringen, die krijgen een andere code. En dan wat je horizontaal ziet, dat is het nummer. En dat is op elke ring uniek. En dat is hetzelfde systeem dat voor alle wetenschappelijke ringen wordt toegepast. Elke ring heeft een uniek nummer, dat dus de vogel voor de rest van zijn leven individueel herkenbaar maakt. En zo kan je ze ook volgen. Je kan die ringen, zeker bij ooievaars, aflezen van op afstand met een goede verrekijker of toch zeker met een goede telescoop. En daardoor krijg je een idee waar die ooievaars allemaal gezien worden en waar ze dus allemaal heen gaan. Als je dan eens kijkt naar een kaart van terugmeldingen van ooievaars met ringen, in en uit België de voorbije tientallen jaren, dan krijg je dit. Dit is een kaart afkomstig van de website van BeBirds, BeBirds, de ringdienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, waar we vanuit het Swin Natuurpark heel nauw mee samenwerken. En dit kaartje toont de terugmeldingen aan van geringde ooievaars in en uit België. Wat bedoel ik daarmee? De paarse bolletjes, dat zijn in België geringde ooievaars. Die zijn teruggemeld op de plaats van het bolletje. En de rode bolletjes, dat zijn ooievaars uit het buitenland. En het bolletje dat je ziet staan, dat is de ringplaats van die ooievaar. Die later in België zijn teruggemeld. En je ziet daar, ja, dat is een vrij informatief kaartje. Je ziet dat ooievaars uit het buitenland die bij ons opduiken, dat die uit Noordwest-Europa afkomstig zijn. Vooral Nederland, ook Duitsland. Heel klein beetje Denemarken, enkele in Zuid-Zweden. En dan onze eigen ooievaars, die gaan ofwel worden die net over de grens in de buurlanden gezien.
En dan zie je ook in zuidwestelijke richting, dwars door Frankrijk en Spanje, de trekroute van onze ooievaars. Als je goed kijkt, zie je onderaan ook nog enkele bolletjes hier in de Sahelzone, in West-Afrika, waar dus ook enkele terugmeldingen zijn van ooievaars. Maar dat is dus het resultaat van meerdere duizenden ooievaars die over de jaren heen zijn geringd en waar terugmeldingen van zijn. Het wetenschappelijk ringen van ooievaars is een fantastische manier van onderzoek naar ooievaars, maar het heeft beperkingen. Je bent namelijk afhankelijk van iemand die A, de ring opmerkt en B, die ook nog de moeite doet om dat te melden. Dus veel geringde ooievaars worden weliswaar gemeld, omdat die ringen zo opvallend zijn, maar de kans dat een ooievaar vaak wordt teruggemeld is toch vrij klein. Van de vaakst gemelde ooievaars hebben we tientallen meldingen, maar soms gaat het toch maar om enkele meldingen per vogel. Dat is helemaal anders als je met zenders gaat werken. En daar gaat het verhaal van vandaag over. Je ziet hier een van de jonge ooievaars die we dit jaar, in 2020, in het Zwijnatuurpark van een zendertje hebben voorzien. En je ziet, die vogel is heel even van het nest gehaald om een zendertje op de rug te krijgen. Dat zendertje is dat witte dingetje dat je ziet bovenop de rug. Dat is vastgemaakt met heel lichte, niet hinderende bandjes, die als een soort van harnasje om het lichaam van de vogel zijn gebonden. En dan het zendertje zelf, dat werkt met zonnepanelen. Dat zwarte paneeltje dat je ziet, dat is een zonnepaneel en dat geeft het zendertje energie. Dat zendertje is heel licht. Dat weegt 20 gram, dat is nauwelijks 0,5% van het totaal gewicht van de ooievaar. En dat is absoluut haalbaar voor een ooievaar om daar ongehinderd mee rond te vliegen. Getuige dat er intussen ooievaars, maar ook vogels van andere soorten, vele jaren met zo'n zender rondvliegen. En dan wat we nu gaan zien, om meteen al eens erin te duiken. Dat is een kaartje van de avonturen van de drie zenderooievaars die we in 2019 hebben gezenderd. Het is een klein voorproefje van wat we dan verderop in de presentatie rustiger gaan doorlopen van het leven en het welzijn van gezenderde ooievaars. Je moet goed kijken. Je ziet bovenaan op het scherm zie je 10/07/2019 staan. Dat is de datum vanaf wanneer het videootje loopt. En je zal zien dat er zich drie gekleurde lijnen gaan ontwikkelen. En dat zijn de bewegingen van de drie gezenderde ooievaars uit 2019 gedurende een jaar. Goed opletten, het gaat relatief snel. Dus je ziet bovenaan dat de datum voortdurend verandert. Trek door Frankrijk, door Spanje. Gaat een beetje in verschillende snelheden door Spanje. Eentje blijft hangen in Madrid, die groene pijl. Trek dan toch door. Ondertussen zijn rood en groen naar Marokko getrokken. Overwintering, weinig beweging. Verschijnt er plots een bliksemschichtje. Dat is omdat een van de twee vogels die in Marokko zat, geëlektrocuteerd werd helaas daar. Ik kom daar later nog op terug. En dan snelle terugtrek van een van de vogels, de groene pijl. De blauwe pijl gaat iets trager. En uiteindelijk komt hij dan ook naar het noorden terug. Dat is in een notendop het jaar, een heel jaar van drie zenderooievaars. Als je het niet goed hebt kunnen zien, geen nood, we gaan er nu rustig doorgaan. Maar om toch niet geheel zonder aankondiging met de deur in huis te vallen, toch nog een heel korte kennismaking van ooievaars. Wat zijn ooievaars eigenlijk? Ik denk, zoals ik in het begin al zei, dat ooievaars weinig introductie behoeven als vogelsoort om te herkennen. Hè. Veel vogelsoorten zijn een harde noot om te herkennen. Maar ooievaars zijn heel eenvoudig. Het zijn grote wit-zwarte vogels met een knalrode bek en rode poten. Dit zijn volwassen vogels. Die hebben echt een knalrode bek. Herinner je nog de eerste slide waar die vogel een donkere bek had, omdat het een jonge vogel was? Ze zijn ongeveer 1 meter groot. Dat is best groot. Een van de grootste vogels die we in Europa hebben. En dan de vleugelspanwijdte van deze ooievaar in de vlucht. Dat is ongeveer 2 meter. Een heel brede vleugelspanwijdte. En je ziet ook dat die vleugels heel lang en heel breed zijn. Dat is
typisch het uitzicht van een vogel die zich vaak verplaatst, die vaak vliegt met behulp van thermiek. Thermiek is opstijgende warme lucht die vogels in staat stelt om zonder een vleugelslag of met heel weinig vleugelslagen heel lang in de lucht te blijven door gewoon omhoog te zeilen. Je kan thermiekvliegers niet alleen herkennen aan die lange brede vleugels, maar ook aan de lange duidelijke vingers aan de toppen van de vleugels. Dat zijn uiteraard geen echte vingers. Ik hoop dat je de muis kan zien, dat zijn die dingen hier. Dat zijn geen echte vingers, dat zijn de handpennen, de buitenste handpennen, die heel lang zijn en waar een duidelijke spleet tussen zit. Dat is ook iets wat heel belangrijk is, wat heel typisch is voor vogels die van thermiek gebruik maken. Je ziet dus een vogel met een lange nek, lange poten en lange vleugels. Op zich is een ooievaar eigenlijk, puur wat het lichaam betreft, een kleine vogel, of toch veel kleiner dan je zou vermoeden. Het is eigenlijk nauwelijks een flinke kip, als je ze in je handen hebt, als ik het zo oneerbiedwaardig mag zeggen. Ze zijn eigenlijk niet zo groot van lichaam, maar die lange nek, die lange poten en vooral die enorme vleugels, ja, maakt dat ze toch best wel indrukwekkend zijn. Ooievaars, bij het woord ooievaar denken we vooral aan die vogel links hier in beeld, de witte ooievaar, waar we het vandaag zullen over hebben. Er is in België en in Europa ook nog een andere soort ooievaar, dat is die zwarte ooievaar, die je rechtsonder ziet. Die is, zoals de naam al aangeeft, veel zwarter dan zijn witte collega. Dat is ook een soort die je vaak in België kan zien. Het is gedurende lange tijd broeden er in België zelfs meer zwarte ooievaars dan witte ooievaars. Dat is niet zo bekend, omdat die witte ooievaar zo bekend is en zo opvallend is. En ook vaker voorkomt in meer dichter bevolkte delen van België, terwijl de zwarte ooievaar broedt in de bossen van de Ardennen. Dus worden niet zo vaak gezien, zijn dus minder opvallend. Maar puur in aantal broeden er tot voor kort meer zwarte ooievaars dan witte ooievaars in België. Een honderdtal paren in het zuiden van het land en die soort doet het daar vrij goed. De laatste jaren is de populatie witte ooievaar tot meer dan 100 paren gestegen. En dus nu kunnen we zeggen dat er ook meer paren van de witte ooievaar broeden in België. Links, die foto, dat is nog een soort die wel eens verward wordt met een ooievaar. Dat is een blauwe reiger. Als je ze zo vlak naast elkaar ziet, lijkt het eigenlijk bijna onmogelijk dat je die twee door elkaar zou halen. Maar toch gebeurt het wel eens dat mensen de vraag stellen of claimen: ik heb een ooievaar gezien en hij landde op mijn dak en hij kwam aan de vijver zitten om van de vissen te eten. Dat zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen ooievaar zijn, maar een blauwe reiger. Reigers zijn ook vrij grote vogels, kleiner dan een ooievaar, maar toch ook vrij grote vogels met ook lange brede vleugels. En ja, ze worden er wel eens mee verward, maar als je ze naast elkaar ziet, is het verschil toch opvallend. Ooievaars zijn trouwens ook geen echte viseters zoals reigers dat zijn. Dat is een vraag die we hier wel eens krijgen in het binnen. Ooievaars, eten die veel vis? Wel, dat valt waarschijnlijk heel goed mee. Het zijn geen actieve vissers zoals blauwe reigers dat wel zijn. Ooievaars zijn ook heel sociale vogels. Een ooievaar kan je uiteraard alleen zien, maar je kan ze ook in groepen zien, in flinke groepen. Dit hier is zo'n typisch beeld in de omgeving van het Zwin, waar ooievaars in groepjes in de weilanden lopen. Het zijn echt sociale dieren, veel meer dan blauwe reigers. Blauwe reigers broeden weliswaar in kolonies, maar als ze op voedseltocht gaan, als ze voedsel gaan zoeken of gewoon in de natuur zijn, dan zijn het toch meer einzelgangers, terwijl ooievaars zich echt vaak ook als groep gedragen. Nog eens de herinnering, de ooievaar centraal in beeld met zijn iets kortere en donkere bek. De punt is zo'n beetje zwartachtig, alsof hij in een vuurtje heeft zitten poken. Dat is een jonge vogel met een kortere, iets wat zwarte bek. En de volwassen vogels die rondstaan hebben een langere bek die ook knalrood is. Dus dat is een leeftijdskenmerk bij ooievaars. Kan je ook nog eens zien op deze slide, waar je een van onze jonge zenderooievaars van dit jaar. Op het moment, ja, de vogel heeft intussen een naam gekregen. Ze heeft de naam Esperanza gekregen. Het I-0129 is de ringnummer van deze ooievaar. Dat is kort na het verlaten van het nest. En je ziet dus heel mooi de verschillen tussen
jonge vogels en oude vogels. Dat verschil verdwijnt snel. Tot zo ongeveer een half jaar oud zijn kan je nog iets van zwart zien op de vleugeltip, maar dan verdwijnt dat. En dit is het habitat van ooievaars. Ooievaars zijn vogels van grote open landschappen. Ooievaars ga je niet aantreffen in bossen of tussen struiken of zo, maar die hebben wel ruimte nodig. En wat ook belangrijk is in deze habitatfoto, is dat de vogels zich in grasland bevinden. Ooievaars zijn niet overdreven kritisch als het op biotoop of habitat aankomt, maar grasland is belangrijk voor ooievaars. En dat is niet onbelangrijk om te weten, omdat bijvoorbeeld hier in de buurt van het Zwin is het voornaamste landgebruik op het platteland is hier akkerland. En dat is eigenlijk een type biotoop waar ooievaars heel weinig of relatief weinig in voorkomen. Ze hebben een sterke voorkeur voor graslanden waar ze voedsel kunnen vinden. Daar vinden ze regenwormen, mollen en dergelijke meer. Als nestplaats verkiezen ze nesten die ze zelf bouwen. Je ziet dat ze dat doen door takken aan te brengen, grote takkennesten. En ze maken daarvoor heel graag gebruik van kunstmatige platforms, zoals we die hier, zoals je op de slide kan zien, ook in het Zwin aanbieden. En op die platforms, daar gaan ooievaars takken bouwen om dan een nest te maken. De meer natuurlijkere nestplaats voor ooievaars in onze contreien is wellicht, of zijn wellicht bomen. En dit is hier, je kan het niet zo goed zien, maar het is een nest hier in het Zwin Natuurpark in een oude, afgeknakte boom, in een dode boom. En daar construeren ooievaars zelf een groot takkennest om op te gaan broeden. Ze zijn echter vrij creatief als het op nestplaatskeuze aankomt. Dit zijn plaatjes uit het buitenland. Links, dat is ergens in Spanje, een foto van verschillende koppels ooievaars op een kerk, waar ze bijna elk plaatje waar een nestplatform kan gebouwd worden, hebben ingenomen. Er zijn zo gebouwen in Zuid-Europa en Spanje waar tientallen nesten zich op bevinden. Het nest rechts is een iets wat bekend nest, of waar dat je toch af en toe foto's kan van aantreffen op het internet. Dat is een nest ergens in Marokko, ik geloof in Fes, in de stad Fes. En dat is een enorm nest. Dus dat nest moet tientallen jaren oud zijn. Elk jaar opnieuw bouwen ooievaars verder aan hun nest. Dus een nest dat 1 of 2 jaar gebouwd is eigenlijk relatief klein. Maar als je die beesten laat doen, dan bouwen ze elk jaar opnieuw een verse laag op dat nest. En na tientallen jaren krijg je dergelijke gevaartes. Hè? Want dit is een nest dat honderden kilo's weegt. En dat mogelijk vroeg of laat wel eens, omdat het zo zwaar en misschien onstabiel wordt, naar beneden kan vallen. Het zijn nog een paar voorbeelden van hoe creatief ooievaars kunnen zijn als het op nestplaatskeuze aankomt. Hè, in het Spaanse binnenland, linksboven zie je foto's van ooievaars die op rotsformaties een nest gaan maken. En rechtsonder, dat is ook bijzonder, dat is in Portugal. Langs de Atlantische kust van Portugal broeden ze zelfs op zeekliffen. Dus dat is wellicht niet altijd een zeer aangename plek. De Atlantische kust is toch soms vrij winderig en ruw. Dus, maar kijk, toch hebben die vogels daar die plek gekozen om te nestelen. Om maar te zeggen dat ze creatief zijn om nesten te bouwen. Wat voedsel betreft, ik zei het al heel even, er wordt vaak gedacht, ooievaars eten zeker veel vis en kikkers. Wel, kikkers, dat is wellicht wel een niet onbelangrijke voedselbron, maar vis waarschijnlijk heel weinig. Ze gaan niet actief in vijvers of plassen of rivieren gaan vissen. Ze hebben een heel brede voedselkeuze. En hier zie je maar enkele voorbeelden van wat belangrijke voedselbronnen zijn in onze contreien. Links, ik kan het misschien niet zo goed zien, maar zie je een grote groene sabelsprinkaan. Dat zijn van die sprinkanen van 7, 8, 9 centimeter lang. Wel, dat is iets waar ze hier bijvoorbeeld in het Zwin heel tuk op zijn. Op sprinkanen, ook kleinere sprinkanen trouwens. Rechtsboven muizen, ook heel belangrijke voedselbron. Mollen, ook een andere soort zoogdier. En rechtsonder, ook belangrijk, regenwormen. Zeker in regenrijke periodes, als de regenwormen dicht bij de bodem, dicht bij de oppervlakte zitten. We zijn ook regenwormen een belangrijke voedselbron. Dit moet ik helaas ook meteen erbij vertellen voor voedsel. Afvalstorten
zijn ook een belangrijke voedselbron. Dat is een element dat verderop in de presentatie zeker nog aan bod zal komen. Dus de vogels zoeken daar naar etensresten van menselijk afval. Dus etensresten die wij mensen weggooien en die op een aantal plaatsen nog op grote open afvalstorten worden gebracht. Wel, ooievaars die komen daar met honderden, zoals je hier kan zien, op af. Goed, we zijn bijna door de inleiding. Dit hier is het broedgebied van ooievaar, van de witte ooievaar. Dus het is eigenlijk een soort die vooral in Europa broedt. Ook een klein beetje in, of er is ook een populatie in Noordwest-Afrika, Klein-Azië, Turkije, Irak, Iran en dan nog een kleine populatie in het zuiden van Centraal-Azië, in Kazachstan en Oezbekistan. Merendeel van de populatie broedt in Europa. De kleurtjes die je ziet is geel, dat zijn broedgebieden. Groen, lichtgroen zijn gebieden waar ze op doortrek passeren. Donkergroen, dat zie je in Spanje en Frankrijk hier een beetje. Dat zijn plekken waar ze het hele jaar doorblijven, dus ook overwinteren. En blauw zijn overwinteringsgebieden. Hoe komen ze van het ene gebied naar het andere? Links zie je een kaartje van de voornaamste trekroutes van ooievaars. Het is een iets wat gedateerd kaartje of een te simpel kaartje wat de omvang van het broedgebied betreft, maar ik kon er zo niet meteen een beter vinden, dus ik heb dit maar genomen. Het voornaamste is ook dat je ziet wat de trekroutes zijn. Dus je ziet dat ooievaars uit West-Europa via Spanje naar Afrika gaan. Ooievaars uit Centraal- en Oost-Europa vliegen via Turkije en het Midden-Oosten naar Oost- en Zuid-Afrika en dan een klein deel van de vogels gaat naar het Arabisch Schiereiland en naar India. Wat je hier vooral moet onthouden is dat er verschillende routes zijn voor verschillende populaties en dat je ook, als je goed ziet, dat die vogels de plekken zoeken waar ze het minst moeten over zee vliegen om hun wintergebieden te bereiken. Dus ooievaars vliegen niet los de Middellandse Zee over, maar ze trekken via de smalste zeeengtes. Dus links, links in beeld is dat de straat van Gibraltar, dan de Bosporus enzovoort. Dus ze vliegen niet graag over zee en dat komt omdat boven zee niet of nauwelijks thermiek is. Herinner u, met die grote vleugels zijn ze zeer sterk afhankelijk van thermiek om in zweefvlucht zich te kunnen verplaatsen. En zeker over grote afstanden is dat een zeer energie-efficiënte manier van vliegen. Dus als ooievaars moeten duizenden kilometers vliegen om te trekken, dan gaan ze zo energie-efficiënt mogelijk vliegen. Dan gaan ze niet actief duizenden kilometers met de vleugels slaan, maar dan willen ze kunnen zweven. En als ze willen zweven, dan moeten ze vermijden om over zee te vliegen. Of zo min mogelijk over zee vliegen. En dat verklaart die trekroutes. Dit plaatje hier moet illustreren, twee ooievaars in de sneeuw, moet illustreren dat er tegenwoordig veel toch een aantal ooievaars zijn die niet meer die verre trektochten ondernemen die ze oorspronkelijk 100, 150 jaar geleden wel deden. Tegenwoordig overwinteren er in de lage landen, België en Nederland, een paar honderd ooievaars. Vooral in Nederland dan, maar ook in België overwinteren tientallen ooievaars. Dat zijn vooral vogels die niet meer wegtrekken. Hier in Twin zien we dat ook. Een aantal van onze lokale broedvogels, die we kunnen herkennen aan hun ring, die trekken niet meer weg, maar die blijven hier in de buurt rondhangen. En die keren zelfs nu, we zijn nu in de november-december periode, die keren af en toe nog eens terug naar hun nest. En ze brengen er soms de nacht door. Dus die vogels trekken niet meer weg. Dat kwam 100 jaar geleden ook voor, dat ooievaars niet wegtrokken, maar dat was toch een zeer beperkt verschijnsel. Dat verschijnsel is toegenomen, overwinterende ooievaars, toen in de vorige eeuw er nogal wat herintroductieprojecten van ooievaars ontstonden, waarbij men de ooievaars veel voedsel aanbood ter plekke, om hen eigenlijk te ontraden, als het ware, om weg te trekken. Men oordeelde dat dat veiliger was om de vogels het hele jaar door bij zich te houden, als het ware, rond de uitzettingsplaats en ze niet die lange, gevaarlijke trektocht te laten ondernemen. Dus men gaf de vogels veel voedsel ter plekke en dat werkte, zeker voor een deel van de ooievaars. Die kozen eieren of meer bepaald muizen voor hun geld, want ze kregen dan muizen of overeendagskuikens aangeboden en die bleven ter plekke overwinteren. Dus
het trekinstinct, want zoals alle trekvogels hebben ooievaars inherent een trekinstinct, we komen daar nog op terug. Het trekinstinct bleek dus te worden overruled door het voedselaanbod ter plekke. In Europa namen ooievaars gedurende lange tijd heel sterk af en vanaf de jaren 80 zien we gelukkig weer een toename. Tegenwoordig zijn er meer dan 250.000 broedparen, koppels, ooievaars in Europa. De meeste daarvan vind je op het Iberisch Schiereiland en in Oost-Europa. De drie landen met de grootste populaties in Europa, elk maar liefst ruim 35.000 koppels, zijn Spanje, Polen en Oekraïne. Wat België betreft, de ooievaar stierf uit als broedvogel in België in 1895. Het laatste broedpaar werd toen vastgesteld niet zo ver van het Zwin in Gistel in West-Vlaanderen. De oorzaak was vooral menselijke vervolging. Biotoopvernietiging wordt ook vaak genoemd, maar ik denk dat het toch vooral de actieve menselijke vervolging was. Het is moeilijk voor te stellen, maar ooievaars werden vroeger vaker neergeknald dan dat er van genoten werd. Vanaf de tweede helft is er een terugkeer. In België is dat vooral dankzij herintroductie, hier in Zwin met name. En sindsdien zien we een gestage toename. En tegenwoordig broeden er in België ongeveer 140 koppels. Dat is wellicht meer dan er de voorbije honderden jaren zijn geweest. Hier in Zwin is men gestart in 1957 met een herintroductieproject. Men heeft dus ooievaars vrijgelaten om terug in het wild te laten broeden. In 1964 was er dan een eerste broedgeval en vervolgens nam de populatie gestaag toe tot een piek van 26 koppels rond de eeuwwisseling. Nadien is dat een beetje gestabiliseerd hier in Zwin. De laatste jaren hebben we 13 tot 14 koppels. Dat lijkt een afname, maar eigenlijk is dat sterk te nuanceren, want in de ruime omgeving is de soort globaal wel toegenomen. Dus er zijn nu in heel Noordwest-Vlaanderen, of in 2020 waren er in heel Noordwest-Vlaanderen 40 broedparen, inclusief de 14 van het Zwin, plus nog een aantal over de grens in Nederland. Dus de populatie is groter geworden, maar ze is iets minder geconcentreerd in het Zwin, wat eigenlijk op zich goed is, omdat dat dan een beetje meer risicospreiding is voor de populatie. En wat zien we ook? Ze brengen gemiddeld vrij weinig jongen groot, maar de overleving is hoog. Dus de sterfte is klein, met andere woorden. En dat zorgt ervoor dat de populatie traag maar gestaag toeneemt. Oké, tijd om terug naar het zenderproject te gaan, waar we in het begin al de tip van de sluier oprichten. Wat zijn nu de eerste resultaten van anderhalf jaar of twee jaar zenderen? Ik wil eerst nog heel kort zeggen, dat het project of de operatie Ooievaar van het Zwin Natuurpark nog een voorloper heeft. En dat was een Vlaams project genaamd Ooievaars zonder grenzen, waarbij rond de eeuwwisseling in totaal 23 ooievaars werden bezenderd. Dat waren hoofdzakelijk vogels uit de ooievaarskolonie in Plankendaal, in het dierenpark Plankendaal. Daar waren echter ook 4 zwinooievaars bij. In 2001 en 2002 werden in totaal 4 zwinooievaars van een zender voorzien. Dat was, zeker voor de zwinvogels, helaas niet zo'n groot succes, omdat zowel de vogels als de zenders een lage overleving hadden. Dus de vogels kwamen al snel om het leven. Of de zenders gaven de geest. Het kan zijn dat die zender op de vogel blijft zitten, maar dat de zender om een of andere reden het begeeft, dat komt in die periode, dat is al 20 jaar geleden, de techniek, de kwaliteit van de zenders was minder goed dan vandaag. Rechts zie je een kaartje van de zwinooievaar, of van een van die zwinooievaars die het verste is geraakt. Die vogel is maar een korte tijd gevolgd kunnen worden. In augustus, september 2002 is die gevolgd vanuit het Zwin tot in Zuidoost Spanje. Het wedervaren van die zenderooievaars, dat vormt onderdeel van een boek dat door een voormalige Zwin-medewerker Chris Struijf is uitgegeven eerder dit jaar. Wat je daar kan zien. En dat boek heet ook Ooievaars zonder grenzen. Zeker lezenswaardig als je ze dieper in dat vorige project wil duiken.
In 2019 zijn we in het Zwin Natuurpark met een nieuw project gestart in samenwerking met B-Birds of BE Birds en de ringdienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, waar we hier ook voor andere zaken nauw mee samenwerken. En het doel van ons nieuwe project was om in het algemeen inzicht te krijgen in het trekgedrag van onze zwinooievaars. Wat doen die vogels als ze hier niet zitten of in de momenten van het jaar dat ze hier niet zitten? En heel specifiek wilden we ook inzicht krijgen in de impact van de sluiting van afvalstorten in Spanje. Ik raakte het al even aan dat afvalstorten een belangrijke voedselbron zijn voor ooievaars in bepaalde tijden van het jaar. En het zit zo, de Europese afvalwetgeving die verplicht lidstaten eigenlijk al een aantal jaren geleden om open afvalstorten te sluiten. Bij ons in België komen dergelijke afvalstorten eigenlijk niet meer, of komen die niet meer voor. Er wordt nu vaak gewerkt met verbranding of met het onmiddellijk toedekken van afval dat gestort wordt. Maar open afvalstorten, waarbij men gewoon het afval aanvoert en laat liggen, dat bestaat hier niet meer. Nu in bepaalde Europese landen, zoals Spanje, bestaat dat wel nog. En daar overwinteren, je zal dat straks nog zien, je hebt het daarnet ook al gezien op die foto, daar overwinteren tienduizenden ooievaars op. We wouden dus zien, A, zitten onze zwinooievaars daarbij, en B, als die sluiting die binnenkort een feit zal zijn, omdat Spanje met die wetgeving in overeenstemming moet zijn, wat zal het effect zijn van die afvalstorten, waarvan we vermoeden dat ze heel belangrijk zijn voor onze vogels, wat zal het effect zijn als die afvalstorten sluiten, wat gaan onze vogels doen, waar gaan ze heen en wat gaan ze eten? Dit zijn ze dan, de nieuwste generatie zenders die we dit jaar in 2020 gebruikt hebben. Veel geavanceerder dan de vroegere zendertjes. Werken via gsm-signalen, dus de zendertjes connecteren met gsm-masten die in het landschap staan. Tegenwoordig staan er, dankzij onze verslaving aan smartphones en dergelijke, overal gsm-masten. Dus die vogels kunnen overal connecteren met gsm-masten. Bovenaan zie je opnieuw nog eens dat zwarte paneeltje met zonnecellen. Die zorgt voor dat de batterij opgeladen blijft. En ik zei het al, die dingen zijn ultralicht, amper 20 gram. Dus die ooievaar heeft daar wellicht niet meer last van dan wat wij hebben van een ring of een horloge dat we dragen. We hebben er de voorbije 2 jaar in totaal 7 gezenderd. Allemaal jonge vogels en die dat jaar geboren werden op een nest hier in het Zwin Natuurpark. Ik heb ze daar eens op een rijtje gezet. In 2019 zie je 3 vogels en in 2020 4. We hebben ze allemaal een naam gegeven, omdat dat toch een beetje beter en vlotter bekt dan I-0192. En dat blijft meer hangen bij het publiek en ook bij onszelf, want het is toch gemakkelijker om dat te onthouden. En je ziet daar links Reinoud, Ebony en Hadewijg. Dat rode sterretje wil zeggen dat de naam niet zegt over het geslacht. We kennen het geslacht van die vogels niet. Reinoud en Emily zijn nestgenoten, die zijn broer of zus uit hetzelfde nest. En in 2020 hebben we dan Chris, Guido, Cora en Esperanza. Toen hebben we wel de moeite gedaan om via bloedstalen, we hebben een paar veertjes getrokken en daarmee het geslacht bepaald. Van 3 van de vogels is dat ook gelukt, van de 4e vogel bleek er toch niet genoeg staal aanwezig te zijn om dat te bepalen. En wat blijkt, ja, Guido, Cora en Esperanza zijn mannetjes. We konden helaas het resultaat niet vroeg genoeg krijgen voor we de namen kozen. Dus Cora en Esperanza zijn mannetjes. Het geslacht van Chris konden we dus helaas niet bepalen. En Chris en Guido die kwamen uit hetzelfde nest. Cora en Esperanza kwamen elk uit een ander nest. Nu gaan we eens door het jaar van onze zenderooievaars gaan. De eerste weken na het uitvliegen. Natuurlijk, we plaatsen die zenders een paar weken voor het uitvliegen. En de eerste weken dat die zenders geplaatst zijn, die vogels gaan dan natuurlijk nergens heen. Ze blijven gewoon op het nest zitten. Maar wat gebeurt er zodra ze het nest verlaten? En op deze foto kan je zien dat de ouders tot op het laatste moment nog altijd nieuw nestmateriaal blijven aanbrengen. En later in het seizoen, als de jongen groter worden, is dat vooral van het type materiaal dat je daar in de bek ziet. Graszoden die ze aanbrengen. En dat heeft zeker ten dele met hygiëne te maken. De ooievaarsnesten zijn geen al te propere bedoeling.
Ze zien er mooi uit, maar geloof mij, ze ruiken niet lekker. Dat komt omdat die vogels, oké, ze spuiten hun uitwerpselen, ook de jonge vogels, weliswaar zo goed mogelijk over de rand van het nest heen. En dan gaan ze met hun poep naar achter staan en dan spuiten ze een krachtige straal uitwerpselen eruit. Maar er blijft toch altijd wel een beetje liggen in dat nest. En je kan dat ook zien op die nestrand, die wit gekalkte takken, ja, dat zijn resten van uitwerpselen. En de vogels brengen die groene zoden aan om dat toch een beetje af te dekken. Niet zozeer omdat ze aan properheid gehecht zijn, maar waarschijnlijk omdat dat toch ziektes, toch enigszins ziektes en bacteriën en wat weet ik veel allemaal, toch kan een beetje onder de knoet houden. En ja, de jonkies die je daar ziet, je ziet bij allebei zie je het zendertje zitten. Hè. Dat zijn de vogels van vorig jaar. Rechts zie je Emily en links zie je Reinoud. Die hoopvol kijken wat de ouder heeft meegebracht. Maar het is waarschijnlijk geen eten, maar het is slechts een groene kropsla, zullen ze denken. Dus jakkes, het is gewoon maar nestmateriaal, geen eten. Maar die vogels zijn dus klaar om uit te vliegen. En de volgende weken gaat het er zo aan toe. Dan moeten ze leren vliegen. Dit is opnieuw Reinoud en Emily. En dan zie je dat de vogels gedurende een aantal dagen leren hoe ze met die enorme vlerken, die enorme vleugels die ze hebben gekregen, hoe ze daar moeten mee omgaan. En dat moet wel een hele belevenis zijn. Die vogels hebben net 2 maanden, want zo lang duurt het ongeveer, voor alle ooievaars van een klein kuiken doorgroeien tot een volgroeide ooievaar. Die vogels hebben net 2 maanden op een vierkante meter doorgebracht. En nu ontdekken die ineens dat die dingen die op hun rug groeien, dat ze daarmee kunnen vliegen. Dus dat moet een geweldige belevenis zijn. En je ziet ze stuntelig leren vliegen, hè, door af en toe een beetje omhoog te gaan, sprongetjes te maken en dan terug te landen. Die eerste vlucht in 2019 was het op 10 juli en in 2020 was het op 8 juli. Dus zeer gelijkaardig. Ooievaars in het Zwin die leggen hun eieren eind maart, begin april. En als je dan uitrekent, 9 à 10 weken later, dan zijn we begin juli. En dan worden eindelijk die eerste vluchten gedaan. Je ziet ook het vertrek van het Zwin, het vertrek uit het Zwin van die gezenderde ooievaars. En voor die gezenderde ooievaars weten we heel zeker wanneer ze vertrekken, dankzij die zendertjes. Dat is een hele poos later. Dat is ruim een maand later, vooraleer die vogels uiteindelijk het Zwin verlaten. Wat doen ze in die ruime maand ervoor? En hier heb je nog een plaatje van zo'n van de jonge zenderooievaars. Je ziet het zendertje net op de rug tijdens die eerste dagen na het uitvliegen. Moeten een geweldig gevoel zijn voor die vogels om eindelijk die vleugels te gebruiken. Maar ze moeten het echt wel leren. Hè. Dus dat kan je zien in het begin, dat die vogels stuntelig zijn. De ooievaars kunnen niet van nature perfect vliegen. Ze moeten leren om die enorme vleugels onder controle te houden, om de invloed van de wind en dergelijke in te schatten. En heel af en toe gebeuren er ongelukken. Dus we hebben helaas vrijwel jaarlijks wel een vogel, een jonge vogel, die we moeten naar een opvangcentrum brengen, omdat er iets is foutgelopen in die eerste dagen na het uitvliegen. Dus die volwassen ooievaars die zijn goed in staat om de wind in te schatten bij het vliegen. Maar de jonge ooievaars ja, die gaan soms vliegen op momenten dat ze beter niet zouden vliegen. En dan kunnen er wel ongelukken gebeuren. Dit zijn die eerste weken na het uitvliegen. Het ziet er heel rommelig uit, maar wat deze slide vooral wil tonen is dat wat de zeer beperkte vliegbewegingen zijn van ooievaars. Dit zijn de vliegbewegingen van de 3 jonge ooievaars die we gezenderd hebben in 2019. En helemaal onder die gele collectie strepen, daar ligt het Zwin Natuurpark en daar liggen de nesten van die ooievaars. Dus je ziet, die eerste weken na het uitvliegen zijn de bewegingen van die vogels heel beperkt. Dat beperkt zich tot enkele honderden meters. Ze gaan vaak in de kleine vlakte zitten, dat is de grote grasvlakte met plassen net ten zuiden van het park. Ze gaan graag in die plassen zitten en een beetje door die plassen badderen, maar eigenlijk doen ze niet zo heel veel. Ze vliegen niet zo ver. Dat heeft er ook mee te maken met het feit dat ze zeker in de eerste dagen of week na het uitvliegen ook nog af en toe voedsel krijgen van de ouders. Dus het is dan belangrijk als jonge ooievaar dat je geen 5 kilometer weggaat. Want als pa of ma net met een sappige krop
vol sprinkhanen komt aangevlogen, ja, dan ben je er niet bij. Dus dan kan je maar beter in de buurt blijven. En dat doen ze ook. Na 2-3 weken, en kort voor ze vertrekken, zie je dat de bewegingen verder gaan. Je ziet hier het Zwin, waar End and Start staat links in beeld. Dat is het Zwin Natuurpark, waar de nesten zijn van de vogels. En je ziet dat ze dan wel uitstapjes gaan maken, tot een aantal kilometer ver. Je ziet dat hier één vogel uitstapjes heeft gemaakt, tot net over de Nederlandse grens, voorbij Katzand. Ze doen uitstapjes, ze leren daarbij hun omgeving kennen. En dat is niet zonder belang. Uiteraard leren ze ook het vliegen goed te beheersen, hun vliegkunsten beheersen en hun vleugels gebruiken, dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd prenten die vogels ook in hun kop het landschap in. En van op grote hoogte kunnen ze dat perfect. Dus wees maar zeker dat die vogels tijdens die verkenningsvluchten heel goed zich een beeld gaan vormen van het Zwin, de polders enzovoort. Dus die vogels weten verdomd goed waar ze zijn na een aantal dagen zo rondvliegen. En je zal later in de presentatie merken dat ze dat niet zomaar doen en dat ze wel degelijk leren waar ze vandaan komen en waar ze zijn. Goed. Tijd om te gaan. Hè. Na een goede maand vertrekken ze vanuit het Zwin en dan beginnen ze aan hun eerste trek naar het zuiden. Alle jonge ooievaars vanuit het Zwin Natuurpark vertrekken naar het zuiden. Dus ik zei al eerder dat er een klein aantal vogels blijft overwinteren, maar dat zijn allemaal oudere vogels. De jongen vertrekken allemaal. Dus het trekinstinct, de drang, de ingebouwde drang om naar het zuiden te trekken, hebben ze allemaal. Dit is een slide waarbij ik de regels van het slide maken zeker overtreed. Hè. Je mag niet te veel op een slide zetten en zo, maar die presentatie kan ook nadien nog eens bekeken worden, dus dan kan je dat eens rustiger lezen. Ik wil het wel eens op een rijtje zetten hoe het ging in 2019 en 2020 met die eerste weken. Met name, vertrekken ze samen of alleen? Wel, we zien dat zowel in 2019 als 2020 de 3 en de 4 zenderooievaars samen vertrokken zijn uit het Zwin. Hoewel ze dus, soms wel, maar niet allemaal met elkaar verwant zijn. In 2020 was er zelfs een visuele waarneming van een van onze zwingidsen, die de vogels op 13 of 12 augustus was het, geloof ik, ja, 13 augustus, hij heeft niet alleen die 4 zenderooievaars zien vertrekken, maar er vlogen ook nog 5 andere jonge ooievaars bij. Dus wellicht vertrekken de meeste, of zelfs alle, van onze jonge ooievaars die in een bepaald jaar geboren worden in het Zwin, vertrekken samen naar het zuiden. En hoe gaat het dan verder? Wel, in 2019 zagen we dat ze heel nauw samenbleven. Ze trokken alle 3 samen door Frankrijk. Het was pas in Noord-Spanje, 9 dagen na hun gezamenlijke vertrek uit het Zwin, dat hun wegen uit elkaar zijn gegaan. Toen zijn ze alle 3 uit elkaar gegaan. En we gaan daar straks nog wel eens op terugkomen. 2020 was helemaal anders. Al na 1 dag was het om zeep. Na 1 dag was er al eentje, Cora, van de 4, die terugkeerde. Dat had vrijwel zeker te maken met onweer. De vogels, nou, ze kiezen dat natuurlijk niet echt. Dus ze zeggen, ze kiezen natuurlijk, of ze vertrekken op een dag dat het hier mooi weer is. Maar, en dat kunnen die jonge vogels eigenlijk ook nog niet weten, die hebben nog niet zoveel ervaring. Dagen opeenvolgende dagen met mooi weer, ja, dat eindigt wel eens in kletterend onweer. En dat is ook gebeurd. In Noord-Frankrijk zijn die vogels wellicht op een onweerszone gestoten. En dan zag je op de kaart dat ze allemaal afbogen naar het noordwesten terug. Dus bijna terug van waar ze kwamen. En Coraatje, zoals we zeggen, die had blijkbaar een zodanige schrik opgedaan. Dat beeld ik er nu een beetje bij in. Maar toch, ze vloog helemaal terug naar het Zwin de volgende 2 dagen. De 3 anderen bleven echter samen, maar ze bleven wel lang in Noord-Frankrijk zitten. Uiteindelijk zijn ook die 3 anderen niet samen tot in Spanje geraakt trouwens. Om maar te zeggen, soms blijven ze echt lang samen en soms gaan ze ook uit elkaar. Maar ze vertrekken wel samen. De tocht door Frankrijk in 2019 was dat een simpele affaire. Op 6 dagen tijd zijn ze heel Frankrijk doorgetrokken. En ze legden daarbij maximaal tot 230 kilometer per dag af.
al zwevend. Dus ooievaars beginnen pas in de loop van de voormiddag te trekken, als er voldoende thermiek, voldoende opstijgende warme lucht is. En dan gaan ze trekken. Dan vliegen ze een aantal uur. En op het einde van de namiddag, als de thermiek afneemt, dan gaan ze lager vliegen en zoeken ze uiteindelijk een plek om te landen. En op die manier vliegen ze, waarschijnlijk zonder veel, of zonder veel vleugels, vleugelslagen te geven, vliegen ze honderden kilometers ver. In 2020 zie je dat er veel meer speling op zit. Dat komt omdat een van de vogels, uiteindelijk was dat dan Cora, bij haar tweede poging door Frankrijk, had ze duidelijk veel meer zelfvertrouwen. En toen vloog ze op 5 dagen dwars door Frankrijk. De andere 3, die hebben het heel traag gedaan. En die deden er 25 dagen over om Frankrijk door te komen. Dat was niet omdat ze elke dag een klein beetje trokken, maar dat was omdat ze een aantal keren, zeker in Noord-Frankrijk, een heel lange stop hebben ingelast. Waar ze dus gewoon op een plaats bleven met veel voedsel, een afvalverwerkingsbedrijf overigens, om dan pas na geruime tijd verder te trekken. De maximale afstand op 1 dag afgelegd was in 2020 merkelijk groter. Het was wederom Cora die bij haar tweede poging er flink de vijs oplegde en die dus tot 352 kilometer per dag aflegde. Dat zijn best wel grote afstanden die vogels op 1 dag afleggen. Dit is het visueel voorgesteld. Dit is de gecombineerde doortocht door Frankrijk in 2019 en 2020 van onze 7 zenderooievaars. De lijnen met pijltjes eraan, dus waar je zo'n geel, blauw, oranje pijltje ziet, dat zijn de vogels van 2019. En je ziet zowel hier de meest linkse lijn waar ze samen blijven. Dat is hun tocht, hun gezamenlijke tocht in 2019. En je ziet ook van beide, dat is dan iets oostelijker, ten oosten van Parijs, net ten oosten van Parijs, dat is hun uittocht, hun zuidelijke uittocht in 2020. Dat is niet de eerste trek naar het zuiden van die vogels, dat weet ik, maar ik zet het er gewoon bij om het een beetje visueel te maken. En wat zie je? In Noord-Frankrijk liggen die banen vrij wijd uit elkaar. De westelijke gele lijnen die je ziet, dat zijn Esperanza, Chris en Guido, die hun lange verblijf hier in Noord-Frankrijk, die vandaar langs de kust vertrokken zijn en die dan een duidelijk westelijker koers aanhielden. Maar wat je dan ziet is dat al die vogels, die dan door een vrij breed, niet al te breed, maar toch vrij breed front door Frankrijk gaan, waar ze dan in het rond de monding van de Gironde, die grote rivier die ten noorden van Bordeaux in de Golf van Biscayen uitmondt, waar ze die kust dan bereiken, daar worden ze duidelijk door afgeschrikt. Herinner u, ze vliegen niet of niet graag over water, dus dat vermijden ze en dan buigen ze af. En dan heel opmerkelijk zie je dat ze hier in Zuid-Frankrijk voorbij de monding van de Gironde heel een echt allemaal, zowel in 2019 als 2020, allemaal een heel smalle route door Aquitanië, door de Landes nemen. Opmerkelijk. Ook opmerkelijk zijn sommige beeldjes die je ziet. Er zijn zo natuurlijk een aantal voorbeelden. Het zou ons heel ver leiden om die allemaal aan te halen, maar dit wil ik toch nog eens tonen. Cora, die dit jaar, tijdens haar eerste zuidwaartse trek, is die vogel dwars over Parijs gevlogen en letterlijk rakelings langs de Eiffeltoren. De nieuwe generatie zendertjes die we nu gebruiken zijn heel nauwkeurig. Ze geven om de 5 minuten een peiling. En je ziet dus die verticale strepen die je ziet, dat is waar de plaats van de peiling. En die horizontale strepen, dat is de hoogte waarop ze vlogen. En wat bleek? Cora is die dag, 1 september 2020, in de vroege namiddag, is die langs de Eiffeltoren gevlogen op de hoogte van de Eiffeltoren. Dus op een hoogte van ongeveer 320 meter is ze langs de Eiffeltoren gevlogen. Ja, misschien jammer dat er dit jaar door de coronatoestanden weinig toeristen waren aan de Eiffeltoren op dat moment. Maar ja, je kan je afvragen of er dan van die toeristen die er toch zullen geweest zijn, of er iemand ons Coraatje heeft zien langsvliegen. Maar ja, het toont wel heel mooi aan wat die vogels uit de lucht zien. Hè. Goed, na Frankrijk komen de Pyreneeën als je zuidwaarts gaat.
Dat ziet er zo uit. Dat zijn de Pyreneeën zijn geen zeer hoog gebergte, een vrij oud gebergte, maar dat zijn toch respectabele toppen. En veel trekvogels, ook zweefvliegers zoals ooievaars, vermijden om over die hoogste toppen te vliegen. Dus de Pyreneeën die gelden ook als een barrière. Niet alleen de zee is een barrière voor trekvogels of voor veel trekvogels, maar ook hoge bergen zijn een barrière waar ze tegen botsen en waar ze moeten mee omgaan. Ooievaars doen dat zo. Alle lijntjes die je ziet, je kent ze ondertussen al een beetje, zijn de trekroutes, de zuidwaartse trekroutes in het najaar van onze zwinooievaars. En wat zie je? Je ziet hier die smalle lijn opnieuw door Aquitanië, door de Landes. En dan zie je dat de vogels allemaal, bijna allemaal, via de westelijke Pyreneeën die bergketen oversteken. Dat is niet toevallig. Hè. Je ziet hier langs de Frans-Spaanse grens centraal, zie je die grijzige vlek liggen. Dat zijn de hoge pieken van de Pyreneeën. Die vermijden ze, daar gaan ze niet over. Maar ze kiezen de lagere delen, dalen in de lagere delen, om zo de Pyreneeën te omzeilen. Je ziet dat ze in het najaar van 2019, ons groepje van drie, die vlogen toen zelfs bijna tegen de kust aan over de Pyreneeën. 2020 was er Esperanza, een van onze vier ooievaars van 2020, die hier, dat zijn hier haarlijnen, die op de Pyreneeën botste. Ze was toen niet meer in het gezelschap van Chris en Guido in elk geval. We weten niet of ze samen met andere ooievaars op stap was uiteraard, vermoedelijk wel, want ooievaars trekken vaak in groepen. En ze heeft op 2 dagen tijd heeft 2 keer gepoogd om de Pyreneeën over te steken, maar het lukte niet. Hè. Ondanks het feit dat dat ook de lagere kant is, waar de ooievaars oversteken, durfden ze het toch om een of andere reden niet aan. En dan zien we iets heel opvallend, ongewoon. Dat is dat die vogel heel oostwaarts is gegaan, langs de hele noordrand van de Pyreneeën is gevlogen, tot ze hier over zee is gegaan, over de Middellandse Zee. Slecht idee voor een ooievaar, want ze kunnen niet goed over zee vliegen. Maar ze heeft haar fout rechtgezet na ongeveer een uur. Ze heeft ongeveer een uur over zee gevlogen. En dan is ze hier in Noordoost-Spanje, in Catalonië, terug aan land gegaan. Heel opmerkelijk. Hè? Dat is iets wat ook uit ringgegevens blijkt. Dat de meeste van onze ooievaars uit Noordwest-Europa, België, Nederland, die gaan allemaal via die westelijke Pyreneeën over. En Esperanza is een bijzonder geval, want die heeft een heel onconventionele route getrokken. Dus je ziet, de meeste vogels volgen wel vaste tradities, maar er zijn altijd pioniers. En dan nog het laatste wat ik over deze slide wil zeggen. Hier zie je die concentratie hier links onderaan in Spanje, dat is in het zuiden van de regio Navarra, in de Ebro-vallei. Dat is een plek waar heel veel ooievaars samenkomen. Dat is ook in het verleden al gebleken tijdens het vorige project, Ooievaars zonder grenzen. Het stadje Tudela in die regio is echt een hotspot voor ooievaars. Daar broeden ook vrij veel ooievaars. Dat is wel echt een reden dat de ooievaars daar worden door aangetrokken. Daar zitten op dat moment waarschijnlijk nog ooievaars en dat trekt dus andere langstrekkende ooievaars aan. Dus daar komen de meeste van onze ooievaars bijna allemaal op Esperanza, de voortvluchtige na, komen daar bijna allemaal langs. Dit is de of een kerk, dat weet ik niet zeker, van Tudela, waar sommige van onze ooievaars de nacht hebben doorgebracht. Dus ooievaars, omdat ze dus thermiektrekkers zijn, trekken ze niet 's nachts, maar alleen overdag als er thermiek is. En 's nachts of voor de avond zoeken ze een veilige slaapplaats en een hoge gebouw. Veilige slaapplaats. En kerken zijn dan ook vaak slaapplaatsen die ze opzoeken, zelfs als die in het midden van een stad zijn gelegen, zoals hier in Tudela in Spanje. De doortocht door Spanje, die heb ik wel opgesplitst in 2019 en 2020. Dan zie je hier de drie uit 2019, die bleven samen tot in Tudela, gingen dan elk hun eigen weg. Weliswaar, die rood, de oranje en de blauwe hier, dat zijn Guido en Emily, dat zijn Reinoud en Emily, die volgden wel dezelfde route, maar op een ander tijdstip. Dan zie je dat ze dwars door Spanje gaan, over het Spaanse hoogland.
Emily die maakte een zijsprongetje via de regio Extremadura, maar dan uiteindelijk komt alles terug samen, of komen de routes toch weer samen in de buurt van Sevilla, waar ze dan de vallei van de Guadalquivir-rivier volgen, om dan in Zuid-Spanje terecht te komen. Dus hier, in Zuidoost-Spanje, heb je bergen, waaronder de Sierra Nevada, hè, opnieuw een barrière die ze dus vermijden door via die Guadalquivir-vallei, die een heel lage, brede vlakte is, die die ooievaars wellicht van op grote afstand zien liggen. En die volgen ze dan om dan via een bocht naar het uiterste zuiden van Andalusië te gaan. En daar volgt dan de grote vraag, hè, to go or not to go. Zullen ze in Spanje blijven of zullen ze de overtocht maken naar Marokko, naar Afrika? In 2020 zien we een iets wat ander beeld. Esperanza hier rechtsboven, dat wisten we al dat hij het heel anders deed. Die zit daar nog altijd trouwens, die vogel overwintert. Of, of lijkt toch te gaan overwinteren hier in Catalonië, wat ongewoon is. De andere drie gingen via de gebruikelijke route, gingen allemaal via Tudela en omgeving in Navarra. En dan Cora, die nam de, zullen we zeggen, meer gebruikelijke route, dwars door Spanje, via Madrid naar Andalusië. Maar zowel Chris als Guido dit jaar, die hielden hier een meer zuidelijke koers aan. Guido, die corrigeerde halverwege en kwam dan zo toch terug in Sevilla terecht. Ooievaar Chris die bleef helemaal doorgaan tot hij de Middellandse Zee bereikte in de buurt van Murcia in Zuidoost-Spanje. Daar komen onze ooievaars of ooievaars uit onze populatie niet vaak. Daar, de zee moet een enorme barrière geweest zijn en de vogel vloog dan pal westwaarts en kwam uiteindelijk ook hier in de buurt van Sevilla terecht. En dan weer Zuid-Andalusië, opnieuw de Sierra Nevada omzeild via de kust van Zuidwest-Andalusië. Alles samen geeft dat dit. Hè. Dit is hoe ze Spanje doorkruisen. Als ze in Spanje zijn, hè, om toch eens het contrast te tonen, het zijn niet altijd de mooie pittoreske kerkjes die ze eruit zoeken. Soms zoeken ze ook gewoon het lokale ijzerverwerkend bedrijf om te gaan overnachten. Maar ze zoeken altijd wel een hoge, veilige plek waar ze veilig zijn voor grondpredatoren zoals vossen. Ze gaan niet gewoon op de, of toch zeker niet graag, gewoon op de grond gaan overnachten. Ze zoeken een hoge, veilige plek op. Ik weet niet precies op welke plaats in Spanje dit was, maar ik kan u verzekeren dat het niet echt een plek is waar je toch tijdens je vakantie wil langskomen. Dus we zullen het daarbij laten. Van Europa naar Afrika. Traditioneel trekken, of vroeger althans, gingen de meeste of alle ooievaars vanuit Europa naar Afrika om de winter door te brengen. Doen ze dat nog steeds allemaal? Wel, ik kan u al meteen vertellen, nee, dat doen ze niet meer allemaal. Dat is al een opmerkelijke vaststelling van dit project. In 2019 en in 2020 namen telkens twee vogels wel die beslissing, of staken ze wel over. In 2019 was dat Emily en Hadeweg. Ooievaar Reinoud, de derde ooievaar uit dat jaar, staak dus niet over. En in 2020 waren het twee van de vier, Cora en Guido, die overstaken naar Afrika. Terwijl Chris en Esperanza het niet deden en het nu, we zijn ondertussen december, die het ook niet meer zullen doen waarschijnlijk nu. En daar zie je ook de data waarop ze die oversteek hebben gemaakt. Je ziet dat de meeste vogels zijn overgestoken in de tweede helft van september. Guido dit jaar die deed het nog vrij laat, pas in oktober, half oktober, alsnog de oversteek. Het aandeel van de ooievaars dat oversteekt, we spreken natuurlijk over een zeer klein aantal vogels, dus het is natuurlijk voorbarig om daar al veel procenten op te plakken. De steekproef is nog heel klein, maar om toch een idee te geven, in het eerste najaar dat ze trekken, zijn 4 op de 7 vogels overgestoken. Dat is maar een goede helft, maakt dus de oversteek naar Afrika. En in het tweede najaar, dat zijn nog maar 2 vogels tot nu toe, dat is Reinoud en Hadeweg van de klas van 2019, geen enkele van die 2 vogels heeft in de tweede winter nog de oversteek gedaan. Voor Reinoud is dat niet zo opvallend, die deed het in zijn eerste najaar ook al niet, maar Hadeweg, die overwinterde vorig jaar wel
in Marokko en die doet dat dus dit jaar niet. Dit jaar lijkt die vogel in Madrid te overwinteren. Ruim 500 kilometer meer naar het noorden. In het totaal van de 9 vogels die al in zuidwaarts zijn getrokken, 7 plus 2, heeft minder dan de helft nog de oversteek gedaan. En die oversteek is dan nog relatief, want geen enkele van de, van die 4 overstekers naar Marokko reisde vervolgens nog veel verder zuidwaarts door. Ze bleven allemaal plakken in Noord-Marokko. Geen enkele vogel van onze zendervogels stak nog de Sahel over. Wat traditioneel, of vroeger althans, decennia geleden, de overwinteringsplaats was van West-Europese ooievaars. Nogmaals, kan het niet genoeg herhalen, de steekproef is zeer klein en die zal nog uitbreiden in de toekomst, maar dit is hoe het er voorlopig naar uitziet. Niet alle vogels steken over en als ze oversteken, vliegen ze nauwelijks nog 1 of 2 dagen verder. Zo ziet dat eruit, een oversteek. En het hele leuke aan deze foto is, het is niet zomaar een foto van ooievaars die de straat van Gibraltar oversteken. Het is de foto van de groep van Emily die overstak. We hebben op 23 september 2019, Emily stak, ik geloof dat er 22 vogels op de foto staan. Ik zou ze nog eens, je kan ze misschien zelf als luisteraar een, of kijker eens nalezen terwijl ik verder praat. Die dag staken er niet zoveel ooievaars over. We hebben een goed contact daar met Spaanse vogelkijkers. En die lieten ons weten dat er die dag maar 2 groepen overstaken. En op het uur, want dankzij de zenders weten we behoorlijk goed op welk uur, op welk tijdstip van de dag de ooievaars oversteken. Op het moment dat Emily moet zijn overgestoken, stak alleen dit groepje van een 223 vogels over. Dus ja, we kunnen het niet zien, we kunnen het zendertje op de rug niet zien. Maar ooievaar Emily zit hier tussen. En ja, ik weet niet of het u iets doet, maar voor mij is dat wel... Ik vind dat heel, heel, heel leuk, hè, om te zien dat ja, jonge ooievaars die je zelf nog in je handen hebt gehad en die je toch al volgt dag na dag, gedurende maanden, ja, dat je daar dan toch een heel kleine live glimpse, of bijna live glimpse, via een foto kan opvangen. Dat is fantastisch. Hè. Dat maakt die trek toch nog net iets bijzonderder dan het al is. Die oversteek, nog eens meer in detail. Hè. Je ziet dat de vogels dus de Guadalquivir-vallei volgen. Ze vliegen dus niet pal naar het zuiden van in de buurt van Sevilla. Ze vermijden die bergen die daar in dat deel van Andalusië zitten. Maar ze vliegen rond via een bocht, via Jerez de la Frontera. En dan hier, in het zuiden van Spanje... Daar blijven ze vaak hangen. Soms weken aan een stuk blijven ze hangen in het uiterste zuidpuntje. Daar is een groot landbouwgebied, La Janda. Een voormalig moerasgebied dat nu een landbouwgebied is, waar ze vaak weken blijven hangen. En ja, de reden is niet zozeer dat ze twijfelen om over te steken op zich. De reden is ook de weersgesteldheid in de straat van Gibraltar. Ik weet niet of je daar ooit al eens geweest bent, maar daar waaien vaak enorm harde winden, dagenlang. Krachtige winden, die het eigenlijk zeer moeilijk of onmogelijk maken voor die vogels om over te steken. De oversteek naar Afrika is maar 17 kilometer. Het duurt nauwelijks 20 minuten, weten we dankzij die zenders. Maar het is gevaarlijk. Als je als trekvogel oversteekt op het moment dat er een krachtige wind van de Middellandse Zee naar de Atlantische Oceaan waait, kan je hard in de problemen komen en kan je doodgaan. En die vogels beseffen dat blijkbaar. Ze beseffen het, of ze weten het doordat ze in grote groepen zijn. Want je ziet nu individuele lijnen, maar je moet je voorstellen, via Zuid-Spanje trekken er tienduizenden ooievaars. En nog eens tienduizenden, vele tienduizenden andere zweefvliegende vogels, roofvogels, naar Afrika via die route. Dus die vogels houden allemaal elkaar in de gaten, bij wijze van spreken. En zeggen dan, ja, dit is niet het goede moment om over te steken. En ze blijven daar dus dagen of zelfs weken rondhangen, tot de wind wel goed zit, of niet te krachtig is. En dan wordt er massaal overgestoken. Ik heb daar een filmpje van gekregen van die Spaanse ornithologen. Dus dan moet je maar eens kijken hoe dat in zijn werk gaat. Je zal zien de zee op de achtergrond. En in de verte mistig zie je Afrika. En dan zie je een groep ooievaars die op het punt staat om over te steken. Daar zat geen van onze ooievaars bij trouwens. Dus je ziet die vogels langs de kust vliegen. De wind proeven waarschijnlijk.
kunnen we niet? Je ziet dat ze stijgen en dalen op de wind. En uiteindelijk zijn ze overgestoken, deze groep. Dus een groep van ruim 300 vogels die dan ineens, whoops, de oversteek maakten. Maar 20 minuutjes, maar het zijn ruwe 20 minuten waarschijnlijk. Dat is nog eens een overzicht van die zuidwaartse trek in 2019 en 2020. Dus je ziet mooi min of meer de route die onze ooievaars volgen met dan Esperanza die daar die ongewone tekening naar rechts maakt. Ik zie dat ik al, dat het al 3 uur is, dus een beetje voortmaken. Maar we zijn bijna op het einde, dus loop niet weg, loop niet weg. Ik kan nog iets zeggen over het overwinteren. Dit is een foto van het type landbouwgebied in Marokko waar ze overwinteren. Waar overwinteren onze ooievaars? Dus voor een groot deel op afvalstorten, maar ook in dit type gebied. Langs rivieren in Noord-Marokko heb je landbouw en dat ziet er ongeveer zo uit. En daar blijkt dus ook dat ze graag de winter doorbrengen. Je ziet dat dat vrij kleinschalige landbouw is. Kleine percelen, geen grote, intensief bewerkte percelen zoals bij ons in het landbouwgebied het geval is, maar kleine perceeltjes waar die vogels waarschijnlijk veel voedsel vinden. Dit is echter waar ze het meeste van hun tijd doorbrengen, afvalstorten. Zowel in Spanje als in Marokko zoeken ze heel graag afvalstorten op. Je ziet hier trouwens op de voorgrond meerdere vale gieren, grote roofvogels die ook graag die afvalstorten opzoeken om daar gemakkelijk fastfood te vinden, want dat is het eigenlijk voor die vogels, fastfood. Het kost veel minder moeite om elke dag naar een plek te gaan waar je weet dat er veel voedsel is, dan de wijde omgeving te moeten afspeuren naar veel meer onvoorspelbare voedselbronnen. Ja, en daar zitten ze dus op. Hè. Dus nog zo'n plaatje over de aantallen waar het kan over gaan. Er overwinteren in Spanje tegenwoordig 40.000 tot 50.000 ooievaars en die overwinteren in grote mate op afvalstorten. Als je de kaartjes van onze ooievaars in Spanje bekijkt en je ziet plekken waar ze dagenlang zitten en je gaat inzoomen, en dankzij Google Earth kan dat tegenwoordig in groot detail, wel bijna altijd blijkt het een afvalstort te zijn. Ook in Marokko trouwens. Hè. In Marokko zijn dat dan vaak kleine dorpsafvalstortjes naast een klein dorp. En dan zie je vaak aan de structuur van het landschap op Google Earth, die je, ah ja, dat is ook een plek waar het gemeentelijk afval wordt gesmeten. En die ooievaars die weten dat verdomd goed te vinden. Nog iets anders zijn rijstvelden. In Zuid-Spanje is sinds een aantal decennia rijstteelt sterk in opmars. Dus grote oppervlakten wordt er aan rijstbouw gedaan. En die ooievaars komen daar ook op af. Dit lijkt gewoon een geoogst graanveld, maar het is een rijstveld. Dit is nog een andere foto van zo'n rijstveld. En wat zie je? Daar zitten heel veel ooievaars en ook heel veel andere watervogels. Die witte reigertjes die je ziet, dat zijn koereigers en kleine zilverreigers die daar lopen. Ook wat kopmeeuwen zie je links en rechts. En de reden dat ze daarop afkomen is niet zozeer is niet voor vis of zo. Herinner je dat ooievaars sowieso niet echt viseters zijn. Maar dit hier. De belangrijke voedselbron die hen en die andere vogels, zoals reigers, naar rijstvelden lokt, is de Amerikaanse rivierkreeft. En, ja, de naam doet het al een beetje vermoeden. Dat is een Amerikaanse soort die niet van nature in Europa voorkomt. En die is ooit als exoot in Europa terechtgekomen, is er in de vrije natuur terechtgekomen en die zit nu massaal in een aantal gebieden in Europa en waaronder ook massaal in rijstvelden. En die ooievaars en andere watervogels hebben dat ontdekt en dat is nu een zeer belangrijke voedselbron in die rijstvelden. Een beetje van de hak op de tak gesprongen, maar ik moest het er toch nog ergens tussen mikken en we zijn bij overwintering, dus dat moet er dan bij. Van de 7 ooievaars die we gezenderd hebben, zijn er nog altijd 6 onder ons. Eentje van de klas van 2019, Emily, die is helaas in februari 2020 geëlektrocuteerd in Marokko. Dat weten we dankzij iemand van de Marokkaanse elektriciteitsmaatschappij die onderhoud deed en die de vogel gevonden heeft en die zo goed was om ons via het Instituut voor Natuurwetenschappen
deze foto te bezorgen. Want dankzij de ring en het mailnummer, sorry, het mailadres op de ring, kon die man zien waar die vogel vandaan kwam. En die is dus geëlektrocuteerd. Elektrocutie, dit is een plaatje niet uit Marokko, maar uit de Gentse kanaalzone, waar ik vorige zomer ben gaan zoeken, of gaan kijken naar ooievaar Cora, die daar rondhing op een afvalverwerkingssite van Engie. Hoogspanningsmasten zijn heel gevaarlijk voor ooievaars. Hoogspanningskabels. En wat is het probleem? Wel, als die vogels eigenlijk tegelijkertijd twee kabels aanraken, en als ze landen op zo'n mast, zoals je ziet in de verte, en ze slaan hun vleugels uit, of ze komen aan en ze zijn nog met hun vleugels aan het slaan, en ze raken twee draden tegelijk, dan gaat er een zeer dodelijke hoeveelheid volt door hun lichaam en dan zijn ze dood. Dus dat is een reële doodsoorzaak voor ooievaars, maar ook voor andere grote vogels, zoals grote roofvogels. Je ziet er trouwens nog een andere belangrijke doodsoorzaak bij, en dat zijn windturbines. Ze zijn voor grote vogels, zoals ooievaars, ook niet zonder risico. Gelukkig hebben we daar voorlopig nog geen negatieve ervaringen mee met onze zwinooievaars. We zijn bijna terug naar het noorden. Hoe gaat dat nu? Wel, in het voorjaar trekken jonge ooievaars later terug dan oude ooievaars. Hè. Onze zwinooievaars hier bezetten hun nesten al terug vanaf begin februari. De lokale broedvogels, de jonge vogels, die beginnen nog niet met broeden in hun tweede jaar. Die wachten nog minstens een jaar of zelfs meerdere jaren nadien. En die hebben dus tijd om later terug te keren. En dat is gebeurd. Het blauwe lijntje dat je ziet, weer naar het noorden gaan, hier, deze streep hier, dat is Reinoud. En het gele lijntje is Hadeweg. En die vogels vertrokken in de loop van maart pas naar het noorden. En die namen ruim de tijd om dan pas vanaf eind april of zelfs in mei verder door te vliegen naar het noorden. Dus ze nemen hun tijd. En je ziet ook, het is ook maar beperkt, maar toch dat ze een iets oostelijker route door Frankrijk hebben aangehouden dan in het voorjaar. De reis door Spanje die ging wel grotendeels via de route uit het najaar dwars door het Iberisch Schiereiland. Dit was heel leuk. Hadeweg, een van de ooievaars uit 2019, die keerde op 3 juni terug naar het Zwin. Ze had eerst een maandje doorgebracht in Frankrijk, ergens in Centraal Frankrijk, in de Loire-Vallei. Maar op 3 juni was ze ineens terug. En ik zei in het begin dat het heel belangrijk is dat die ooievaar zich in de eerste dagen na het uitvliegen een goed beeld vormen vanuit de lucht van hun omgeving. En dat helpt dus, of dat moet helpen, om vogels zoals Hadeweg feilloos, of toch min of meer feilloos, terug naar hier te brengen. Dus ze vond feilloos vanuit Midden-Frankrijk op 2 dagen, stond ze terug in het Zwin. En dan herkende ze waarschijnlijk vanuit de lucht op grote hoogte, van op tientallen kilometers, zag ze de zee en zag ze wellicht nog andere landschapskenmerken. En dan wist ze, ha, dat ken ik, daar ga ik terug naartoe. Dus dit is een foto enkele dagen nadat ze terug was bij ons. Je ziet het zendertje op de rug zitten en je ziet de ring. Dus we zijn heel zeker dat dit Hadeweg is. De eerste zomer, ik zei al dat ze niet broeden. Ze hebben geen nest, ze hebben geen partner. Ze hangen rond. En dit is wat Reinoud in 2020 deed tijdens zijn eerste zomer. Hij keerde niet terug naar het Zwin. Hij vloog zelfs heel snel door België. Hij heeft één nachtje hier onderaan, één nachtje half april doorgebracht in Limburg, en dan is hij doorgevlogen. En de hele zomer van 2020 heeft hij een groot deel van Nederland doorkruist. Ook delen van Duitsland. Hij is al eens heel diep in Duitsland gegaan, maar dat was blijkbaar niet zo goed bevallen. En dan is hij teruggekeerd. En alle plekken hier en hier in Friesland, en dan hier rond ten noorden van Amsterdam, waar je een grote concentratie van pijltjes, van puntjes ziet, dat zijn plekken waar hij dagen of weken is gebleven. Maar je ziet, hij had geen zittend gat. Hij is regelmatig van plek veranderd. Dus die vogel is waarschijnlijk met Nederlandse vogels mee terug naar het noorden gevlogen. Hij zal misschien in een groep gezeten hebben van overwegend Nederlandse vogels. En is zo in Nederland terechtgekomen. En ja, we zijn nu benieuwd wat hij volgend jaar gaat doen, 2021. Zou hij in principe kunnen broeden? Zou hij kunnen een broedplaats kiezen? Gaat hij naar een van die plekken in Nederland, waar ooievaars broeden?
of zal hij toch naar het zwin terugkeren? Dus heel spannend. Hadeweijer deed iets anders. Die keerde wel terug naar het zwin, zoals ik al zei. En je ziet hier een hele concentratie van pijltjes rond het zwin. Ze is ruim anderhalve maand hier gebleven, waarbij ze een heel beperkt gebied had rond het zwin, waar ze ook regelmatig kon waarnemen in het veld. In augustus, eind juli, augustus leek het alsof ze op trek zou vertrekken. Vloog ze tot in Noord-Frankrijk, maar iets deed haar beslissen om toch terug te keren. Dan bleef ze terug een paar dagen. Ze keerde niet terug naar het zwin, ze bleef hier ten noorden van Brugge hangen. En dan is ze uiteindelijk nog een paar weken naar Nederland gevlogen hier. Dus hier is ze dan meerdere weken naartoe gegaan. Heel vreemd, nadat ze toch de hele zomer bij ons was gebleven, was er iets dat haar toch nog naar Ginder bracht. En uiteindelijk is ze ook van hier, van in Nederland, begonnen aan haar zuidwaartse trek, waarbij ze zelfs ten oosten van Brussel bleef. Zo, we zijn er bijna. Wat zijn de voorlopige inzichten? En ik zet er een uitroepteken bij, omdat dit uiteraard voorlopig is. De steekproef is zeer klein. We hebben amper 7 vogels die we gevolgd hebben. Dus we willen daar de volgende jaren nog meer vogels bij. Maar wat kunnen we toch al voorlopig als inzicht voorop stellen? Wel, die oversteek naar Afrika, dat doen ze dus echt niet meer allemaal. Hè. Het is maar ongeveer de helft die dat nog doet. En de zeer kleine steekproef leert dat er zelfs geen van de twee nog gedaan heeft in het tweede najaar. Die Sahara, die wordt al helemaal niet meer overgestoken. Dus het is nog maar de vraag of veel van onze Belgische ooievaars nog überhaupt in de Sahel gaan overwinteren. Afvalstorten zijn heel aantrekkelijk. Zowel in Spanje, maar ook in Frankrijk en zelfs in België. Wij hebben geen open afvalstorten meer. Maar je hebt wel bij die afvalverwerkingsplaatsen nog altijd wel dat er wel iets aanwezig is blijkbaar. En ja, die vinden ze ook. Hè. Die plek in de Gentse kanaalzone waar ik een foto van toonde. Ooievaar Cora van dit jaar heeft daar een week doorgebracht in de Gentse kanaalzone op een afvalverwerkingssite van Engie. Samen met nog een 20-tal andere ooievaars. Dus dat trekt toch nog altijd vogels aan en daar is nog altijd iets te vinden. De eerste zomer zijn van de twee vogels waarbij we dat kunnen volgen hebben, zijn ze wel helemaal terug naar het noorden gegaan, maar niet per se terug naar de geboortestreek. En ze waren allebei vrij zwerflustig, dus ze leren de wereld een beetje kennen. En ook opmerkelijk is toch die lage sterfte en de of hoge overleving, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus de sterfte is heel beperkt. Het is eigenlijk onverwacht dat we nog maar 1 van die 7 ooievaars zijn kwijtgeraakt. Het is zeer goed, hè? Het is fantastisch. Maar dat is toch opmerkelijk, want de sterfte bij vogels is niet gering. En zeker bij jonge vogels, de meeste jonge vogels sterven in de eerste weken na het uitvliegen. Maar die jonge ooievaars hier van het zwin, we hebben nu toch al een steekproef van 7 en die doen het eigenlijk wel goed. Die leven vrij lang. Dit is nog eens een fotootje van die afvalsite in de Gentse kanaalzone, waar Cora ergens tussen zat. Ik heb haar niet visueel kunnen waarnemen helaas, want ik kon niet op de site zelf geraken, maar ze zat er wel ergens tussen. Ze zat in een groep van een 20-tal ooievaars. Nog heel kort iets over de toekomst. Het is belangrijk dat onderzoek zoals dit hier op langere termijn wordt uitgevoerd. We gaan dus de volgende jaren verder door met dit project om robuustere data en robuustere resultaten te kunnen bekomen. En natuurlijk, het zal steeds interessanter worden daardoor. En ja, we zijn ook heel benieuwd of de jonge ooievaars zich op termijn ergens hier bij ons als broedvogel zullen vestigen. Of verder zullen, of zich toch ergens verder als broedvogel zullen vestigen. Je kan de ooievaars verder volgen. Nadat ik hier klaar ben zo dadelijk, kan je op onze website nog verder gaan kijken en kan je uitgebreid lezen over de avonturen van onze ooievaars in de voorbije jaren, maar ook in de toekomst. En je kan het ook volgen op onze Facebookpagina. Dan rest mij alleen u nog zeer veel te danken voor uw aandacht. En dan wens ik u nog een prettige dag verder. Tot een volgende Zwinbabbel. Dag!